en welkom bij deze eerste aflevering van een nieuwe serie op mijn kanaal. De afgelopen maanden heb ik niet met heel erg veel aandacht aan mijn YouTube kanaal kunnen werken, omdat ik gewoon veel aandacht in school heb gestopt. Dus het waren vooral shopvlogs en beauty video's die jullie hartstikke leuk vinden. En het was eigenlijk een spontaan idee die in mijn hoofd opkwam. Ik ben namelijk iemand die het heel erg leuk vindt om op heel verschillende plekken dingetjes te proeven. En ik heb ook altijd fases. Dus op dit moment was dat ijskoffie. Dus ik heb op veel plekken ijskoffies geproefd. Was ik zo benieuwd, ja weet je, wat vind ik ervan? En toen dacht ik, Charlotte, neem gewoon je camera mee. En film het. En maak een serie waarin jij dingen gaat testen. En het liefste dus on the go dingen. Dat is nu de titel van deze serie. Misschien verandert die nog. Ga ook vooral in de comments los met wat jullie willen dat ik ga testen. En dan kan ik ook kijken of dat allemaal on the go dingen zijn of niet. Het is nu echt nog een beetje een concept. Ik hoop gewoon heel erg dat jullie het leuk vinden. Dus lijkt het je leuk, doe zeker vast een duimpje omhoog. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Dan kan ik ook een beetje peilen of jullie dit leuk vinden. Natuurlijk blijven er gewoon shoplogs komen en beauty video's. En dat gaat niet veranderen. Maar ik heb voor jullie verschillende ijskoffies getest van grote ketens. Zodat ik zoveel mogelijk mensen kan helpen. Ik bedoel, het zou niet leuk zijn als ik met koffies kom die je alleen in Brabant kunt krijgen of zo. En ik vertel jullie dan wat ik ervan vind. Ik geef ook een cijfer, maar dat vind ik erg moeilijk. Dus luister gewoon vooral naar wat ik er echt over vertel. Ik ben ook bij Laplace, Delifrance en Bagels & Beans nog geweest. Eventueel voor deze video. Dat waren allemaal machinekoffies, dus ik heb het ook gewoon gelaten. Die zijn met poeder aangemaakt. Er zit vaak een koffiearoma in. En die zijn heel erg zoet, dus die heb ik misgedaan. Ik ga jullie laten zien wat ik van de koffies vond die ik heb getest. Dus dan hebben jullie daar hopelijk wat aan. Ik hoop echt dat heel erg dat jullie het leuk vinden. En ja, ik zou het heel erg leuk vinden als jullie dan je duimpje omhoog doet. Heel veel plezier met kijken. Hey jongens, de eerste test. Ik moet zeggen, ik heb al best wel veel ijskoffies geprobeerd. Dus er zullen wat ijskoffies bij zitten die ik al ken. Maar deze heb ik nog nooit eerder geproefd. Dit is die van de BP, Wild Bean Café. Ik haal hier namelijk altijd een broodje zalm, dat hier echt super lekker is, voor 4 euro. Deze ijskoffie kost 2,65. Je kon kiezen uit strawberry cheesecake, chocola of normaal. Ik heb normaal gedaan en de persoon die het maakte had het nog nooit eerder gemaakt. Maar hij smaakt oké. Ik zei dat ik niet te zoet wilde. Dus ze doen gewoon koffie, ijs en melk. En dan doen ze er nog een soort van wit poeder doorheen. Waardoor het iets meer, ik denk toch iets romig wordt. En ik had er geen slagroom op gedaan, maar dat kon wel. En heel anders weer dan de andere ijskoffies die ik heb geproefd, maar best wel chill. Er zitten geen stukken ijs in. Op zich vind ik dat wel lekker, want je hebt dus gewoon echt, dit is allemaal koffie. Niet heel sterk. Een beetje babykoffie of zo, maar hij is wel lekker. Ik vind hem echt wel heel erg lekker. Hij is niet te romig, maar ook niet te koffieachtig. Een beetje een mix tussen echt zo'n vatzigere ijskoffie en een puur koffie ijskoffie. Als je niet heel veel van koffie houdt, is hij wel chill. Hij is niet super koud. Maar qua ranking, hij is een beetje melkachtig. Er zit echt weinig koffie in. Ik denk dat ik hem maar 6,5 zou geven. Het is lekker, maar mwah. Oké, ik ben nu bij mijn bestemming aangekomen. Ik wil nog even zeggen, hij is echt niet lekker. Op een gegeven moment had ik niet eens meer zin om te drinken. Werd ik wel een beetje misselijk. Het is echt dat ijs. Hij doet heel veel ijs in. En dat is dan helemaal gesmolten al heel snel, omdat het zo hard wordt gemixt. Het smaakt heel erg naar water en naar melk. Dus niet heel erg lekker. Maar hij maakt het voor het eerst. Wat eigenlijk pas wel ergens nadat ik een vies koffie. Maar ik denk dat het normaal wel lekkerder hoort te zijn. Nou jongens, dit is de tweede ijskoffietest. Deze is van de Hema. Hij kost 2 euro. Ik was laatst bij de Hema Maxis in Muiden. En daar kreeg ik hem in een plastic beker. En daar maakten ze nog zelf. Het was wel gemaakt en het stond in zo'n blender. Maar ze zei tegen mij, ja, wil je zoet, wil je niet zoet? En dan kon ze hem sterker maken. Dus dat was super chill. Dan dacht ik, nou, ik ga het nu weer halen. Toen zei ze, we doen het niet meer. Dit was in Almere. We hebben nu een machine, dus het was wat anders. Het zit dus in zo'n beker. Het ziet er zo uit. Het is echt een beetje met ijs. Ik vind deze echt niet lekker. Hij is meer zoet. Het smaakt een heel klein beetje naar een soort van mokka poeder en een soort van zoetstof. Alsof er niet eens echte koffie in zit. Een soort hele sterke nep koffie smaak met zoetstof. Ik ga hem niet eens drinken, ik ga hem gewoon weggooien. Dus ben je bij een Hema waar ze nog zelf maken, haal hem voor 2 euro. Hebben ze een machine? Ik zou het niet doen. Nog even een cijfer geven. Het is sowieso een onvoldoende. Geen koffiesmaak. Veel te zoet. De structuur van het ijs is wel lekker, want het zijn hele fijne stukjes ijs. Niet zo heel grof en ook niet waterig. Dus het is wel echt een ijskoffie, dus daar krijgt hij wel een punt voor. Dus dan komen we uit op een 3, denk ik. Hema, 2 euro, een 3. Jongens, ik zie er niet uit. Ik heb net het samengemaakt. Dit is de Starbucks 3,85 cold brew vanilla sweet cream.
Oké, dit is best wel chill. Het is echt hele sterke koffie. Het is bijna helemaal gevuld met puur zwarte koffie. Alleen doet ze er dan bovenop, ja, 2 centimeter aan een soort van witte crème. Vanillecrème, waardoor het iets romiger en zoeter is. Het is wel echt heel lekker als je meer houdt van wat sterkere koffie. Het is de eerste keer dat ik wel gewoon echt koffie aan het drinken ben. Het is echt wel heel erg lekker. Het is grappig, want het is wel gewoon wat zoeter dan sterke koffie, maar het smaakt niet zoet. Een soort van hele, ja, sweet cream. Niet echt suiker, maar echt sweet cream. Precies wat je vraagt is het wel. Het is niet helemaal 100% waar ik van hou, maar ik krijg denk ik wel een 8,5. Ja, het is wel echt een goede. Het is echt wel een goede koffie. Wat ik niet heel erg ben van de zwarte koffie, maar ik denk even niet helemaal vanuit mijn smaak. 8,5, omdat de prijs wel gewoon echt aan de dure kant is. Maar het is wel echt heel erg goed, heel erg lekker. Goed koud, sterk, niet te sterk. Dus wel top. Die vorige twee koffies lijken namelijk meer op de frappé, of hoe heette die? Weet je wel? Die, ik weet even de naam niet. Maar die van Starbucks, dat is echt met ijs. En dit is gewoon echt een ijskoffie. Dus wil je echt een ijskoffie, dan is deze wel heel erg goed. En bij Starbucks heb je dus ook dit met cappuccino. Dat is gewoon met koud schuim. Die had ik laatst. Vond ik iets minder. En wil je echt zo'n soort ijskoffie. En heb je dat dus ook bij Starbucks. Die zijn heel lekker, maar echt wel heel erg vassig. En die lijken dan weer meer op die van McDonald's en Hema en zo. Hallo jongens. Het is tijd voor de geweldige, famous McDonald's iced cappuccino. Ik heb dus een grote gezegd, volgens mij. En volgens mij zit een medium. Ik heb ook 2,75 betaald en de grote is volgens mij 3. Dit is de iced frappé. De ongezondste die je kunt hebben. Sorry, mijn camera is scheef. Caramel frappuccino. Je hebt ook mocha. Volgens mij heb ik die nog nooit geproefd. Met slagroom erop. Het beste kun je zeggen zonder slagroom. Maar... ik heb zoveel honger. Het zin hierin. Deze is ziek. Dit is weer niet te vergelijken hoor. Dit is als je echt houdt van een ijskoffie. Zoals van Starbucks of zo. Dit is niet te vergelijken. Dit is inderdaad wat ik al zei te vergelijken met die frappuccino's van Starbucks. Bij McDonald's heb je dus niet echt een ijskoffie zoals het hoort. Als in ijsblokjes koffie en melk. Dit is... er zit hier geen, volgens mij zit er geen roomijs door, maar zo'n soort van poeder. Heel veel crushed ijs. Ik had eigenlijk moeten zeggen dat ik minder ijs wilde. Maar ik weet niet of dat kan. Ik vergeet dat steeds te vragen. Maar op een gegeven moment heb je echt de helft is alleen maar ijs. Dus zoveel is het niet. Deze is ziek lekker. Als je houdt van inderdaad een wat romige variant. Dan zou ik deze puur omdat er iets te veel ijs in zit een puntje minder geven. En voor de rest perfect is het echt een 9. Hou je van... kijk, hou er niet van. Ik ga niet dan een lager cijfer geven, want dan moet je dit gewoon niet nemen. Deze is goddelijk. Gevoelige tanden. Deze is zo lekker. Oh, dan moet ik nog wel zeggen. Kijk, het is lastig. Het is een ijskoffietest. Dit is een ijskoffie, maar het is niet heel erg koffie. Dus ja, als je een punt eraf had voor het ijs. Nou, ik zou zeggen half punt eraf voor het ijs. Half punt eraf voordat er niet heel veel koffie in zit. Of anderhalf. 8,5, 9. Zoiets. Hij is gewoon echt heel lekker. Doei. Het is weer een paar dagen later. En ik heb nu een ijskoffie van 2,50. Voor 2,50 van de Broodzaak. Ik had even uitgezocht, daar hebben ze ook ijskoffies. Sorry als je herrie hoort. Uit zo'n apparaat, zeg maar. Het is ook kant-en-klaar. Je kunt het niet zoeter of wat dan ook krijgen. Wel heel erg ijs. En heel erg dik. Niet super veel, dat vind ik op zich wel lekker. En de Broodzaak zit dus op heel veel stations. Dus daarom dacht ik, dan ga ik die ook testen. Dan hebben jullie er hopelijk wat aan. Het wordt heel dik. Wow. Het is een beetje zout. Wow, oké. Okay. Het smaakt eigenlijk heel erg naar mokka ijs. Best wel romig. Het is ook heel erg licht. Maar niet heel zoet. Maar echt bijna niet te drinken. Ik moet zeggen, ik vind het wel heel lekker. Maar het smaakt wel heel erg naar ijs. Dus qua zoet vind ik hem goed. Maar hij is wel heel romig. Het is zeker niet zoals die van Starbucks. Een soort frisse... dit is de romigste tot nu toe, denk ik. Niet heel melkachtig, echt ja, roomijsachtig. Ik weet niet, ik vind hem oké. Okay. Ik vind hem niet lekker, ik vind hem niet heel lekker. Hij is wel heel dik, ik denk dat ik hem een 7 zou geven. Wel een hele erge mokka smaak. Er stond geen kleurstoffen en geen nog iets. Ik vraag me af of er geen smaakstof in zit. Ik proef, oh ja, daarom. Ik proef eigenlijk geen koffie. Niet alsof er echt zwarte koffie doorheen zit. Dus een beetje een kinderkoffie vind ik het. Het lijkt op die van de BP, maar dan iets meer koffiesmaak en wel echt maar ijsstukjes erin. En er lopen al mensen naar mij te kijken. Dus ja, een 7. Ineens weet ik waar het me aan doet denken.
aan hopjes. Hopjesvla, hopjes, snoepjes. Ja, dat is het. Exact. Oh, en trouwens, het ijs in deze smelt wel lekker op je tong, zeg maar. Dus als je drinkt, er blijft er geen brokken ijs over, zoals bij die van McDonald's. Dus dat is wel chill. Er zit wel ijs in, maar het stoort niet. Oké, jongens, de volgende test is van de Burger King. Zo ziet het eruit. Ik had een hele vriendelijke medewerker, want ik zei dat ik echt een ijskoffie wil en niet zozeer alleen maar ijs. En toen zei ze, nou, ik ga het voor je maken. Ik probeer zoveel mogelijk koffie, zo min mogelijk milkshake. Want ze maken dus half milkshake, half koffie. En hij ziet er best wel lekker uit. Hij is niet heel licht. Ik ben echt heel benieuwd. En er zitten geen stukjes ijs in. Wow. Ik denk dat ik dit de lekkerste tot nu toe vind. Ik meen het. Hij is heel romig. Ik proef wel echt dat er milkshake doorheen zit. Dus het is wel wat ongezonder. Maar ze hebben verse koffie daar voor me gezet. Dus er zit echt koffie in. Zeker wel een derde was gewoon zwarte koffie. En dat proef je echt. En hij is goed koud. Ik vind deze lekkerder dan die van de McDonald's. Omdat hij is denk ik net zo romig. En bij McDonald's zitten er stukjes ijs in. En deze niet. Maar hij is wel koud. En hier zit veel meer koffiesmaak aan. Dus niet een aroma, maar echte koffie. Ja, als ik een ijskoffie bestel. En ik weet dat er ijs doorheen zit. En ik ga dit krijgen. Dan krijgt hij echt wel een 9. Van de Burger King kost trouwens 3,40. Dus nog niet eens heel erg goedkoop voor Burger King. Maar het is wel echt lekker. Echt goede koffie zit erin. Het verbaast me echt. Hallo jongens, het is dezelfde dag. Ik heb trouwens echt in 80% van de dingen heb ik deze jurk aan. Ik ben toch nog een keer naar de Starbucks gegaan. Ik ben niet voor die iced cappuccino gegaan. Dat had ik al weer gekocht. Die is gewoon echt chill. Dat is gewoon, had ik volgens mij al gezegd. Gewoon echt koffie met melk. Alleen wel heel veel schuim. Dat niet zo goed mengde. Starbucks. Best wel duur. 4,60. Dit is dus een frappuccino koffie. En het is vanzelf ook wel een beetje siroop door. Maar we hadden gezegd niet te veel. Dit is halfvolle melk met 5. Je kon kiezen 4 of 5 shotjes espresso, maar die zijn al van tevoren aangemaakt. Dus heeft mijn moeder gevraagd of ze er een verse, sorry, het is echt super onrustig, of ze er nog een verse shotje doorheen wilde doen. Ja, en dat zie je hier ook een beetje op de bodem. Nou, ik ben benieuwd, man. Dit is lekker. Heel erg zoals die van de Burger King. Ja, net zo zoet. Maar hier zit geen ijs door. Door Burger King zit een beetje milkshake. Hier niet. Hij is zoeter. Hij is minstens net zo zoet als Burger King. Is dat onze trein? Ja. Ja, maar die heb ik een 9 gegeven. Maar ook prijs-kwaliteit verhouding. En dan krijg ik deze een 8. Ik ga een trein wel verder. Lekker. Ja, maar wel heel zoet. Nee, lekker. Wel heel zoet. Ja, maar ik vind hem echt lekker. Ja, het is heel lekker, maar het is wel zoet. Mm-hmm. Want die van Burger King is niet te zoet. Is 3,40. Ja, maar hier het scheelt 1,20. Het is wel echt puur spul, hè? Pure melk, pure koffie. Heb ik die van Burger King een 9 gegeven? Dat is wel hoog. Oké, ik vind cijfers geven best wel lastig, maar... Hij is op. Ja, hij is op. Mannen vonden het best wel heel erg lekker. Het viel mee hoe zoet hij was. Ik weet niet meer wat ik de cold brew heb gegeven. Ik geef hem een half puntje lager dan de cold brew, denk ik. Ik wil of echt een goede koffie, dus koffie, melk, ijs, ijskoffie, niet te zoet. Of ik wil echt een lekkere frappuccino zoals van de Mackie. En dit is allebei net niet. Het is en niet zo'n lekkere frappuccino, en het is niet echt een goede koffie. Dus ik denk dat ik hem 7,5/8 geven eigenlijk. Hij is gewoon oké, maar van Starbucks verwacht ik echt meer. En zo verwacht ik van de Burger King dus minder. Dus ja. Het gaat ook niet echt om het cijfer, het gaat meer om wat ik erover vertel, denk ik. Hij is wel op. Nou, dan was dat de video. Ik hoop echt dat jullie dit een leuke serie vinden. Ik wil ook meer me gaan verdiepen in editen, zodat ik daar wat leuks mee kan gaan doen. Een leuke intro. Hopelijk deze serie voortzet. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Het is eigenlijk heel gemakkelijk, maar zo leuk om dat soort dingen te delen. En ik heb het nog nergens gezien, dus daar ben ik ook wel blij mee. Vaak bedenk ik iets en dan doen mensen het al en denk ik, nou ja, dan doe ik het dan niet. Maar ja, even kijken. Die van McDonald's vind ik gewoon echt heel erg lekker als je van een frappé houdt. Als je voor een goede koffie wil gaan, dan kom ik toch wel neer bij Starbucks. Maar dan dus die cold brew vanilla. Of die iced cappuccino, die ik dus nu niet heb laten zien, maar die heb ik een keer eerder gekocht. Dat is wel echt koffie. En die van de Burger King heeft mij dus echt verrast. Ik was heel erg verbaasd. Die was heel erg lekker. Ze smaakte ook echt naar koffie en ze doen er echt koffie in. Dus voor de rest heb je het kunnen horen in de video. Als je nieuw was en je vond het een leuke video en je houdt ook van shopblogs en zo, vergeet dan niet te abonneren. Dan krijg je een melding elke zaterdag om 9 uur. Plaats ik een video. Vorige week was ik trouwens een keertje niet op tijd. Heb ik hem later geplaatst. Dus als je die nog niet hebt gezien, dat was een shopblog. Die kun je bekijken. Vergeet dus geen duimpje omhoog te doen. En te reageren met wat ik moet gaan testen. Please, doe dat. Want ik wil graag ook dingen voor jullie testen.
moet zeggen, ik ben nog niet begonnen met mijn volgende idee. Dus kom maar door. Heel erg bedankt voor het kijken. En hopelijk zie ik je zaterdag weer om 9 uur. Doei!